Kijk, ik zit hier gewoon op mijn stoel. Pak die boog, maar ga maar tegenover mij zitten. Pak boog. Goed, Esmee, luister. Dit is een kwestie... Nee, wacht. Dit is een kwestie van vertrouwen. Dit is een kwestie van vertrouwen. Hoe gaat het ermee? Ja? Niet doen. Hé, hey, ik doe ook niks, hè? Ja, oké, wat hebben we eens? Leuk dat jullie kijken. Ik heb het niet. Laat maar. Innocent. Yo kijkers van Duffy Games, jullie hoorden het net, we zijn er weer met een nieuwe video spelen. Murder Mystery met E-Girl Esmee. Hallo. Hey. En met Mike, we zijn er weer. Nu hoor ik je denken, ja maar waarom in godsnaam Murder Mystery? Ja, dat hebben we dus op stream weer gespeeld en het is weer helemaal verkeerd gegaan. En ja, dit moet gewoon. Heb jij er nou vandaag zin in? En ja, je bent ook nog niet geabonneerd. Dan moet je twee dingen doen. Namelijk liken en abonneren. Want volgens Esmee, even jij hebt de statistieken, vertel. Hoeveel procent van de mensen zijn niet geabonneerd? 99% is niet geabonneerd. Dus druk even snel op dat knopje. Mensen, 99% is niet geabonneerd. Hallo? Nee! Dat is oneerlijk! Oh baby, a triple kill! Ik heb mezelf nu wel verraden, maar het was een triple kill! Ren dus mee, ren! Ik zag het ook zo heel droog, weet je wel. Ik rende die kant op, ik zie de keer zeg maar zo'n zwaard in je handen. Ik denk zo, hè? En toen connecten de puntjes. Abort! Ja, dit is echt... Oh, Esmee, rennen nou, rennen. Dit is echt zo perfect. We hebben zoveel potjes op stream gespeeld, nooit werd ik murderer. We doen één opname en murderen. Esmee, wel winnen. Zeg maar, wanneer wil je dood? Klinkt ook niet. Oh, ik heb jou gesaved. De detective wou op jou schieten. Ik zweer het. Close. Iemand rent nu de boog. Iemand pakt nu de boog op. Dat is mijn boog, vriend. Ja, wat? De laatste Esmee, is Esmee. Esmee, luister. Kom naar die ruimte waar ik jou net heb gesaved. Ik ga je niet vermoorden in eerste instantie. Ik weet niet eens waar je me hebt gesaved. Oh god. Ik was gewoon aan het rennen. Ja, ren daar maar naartoe. Ren hier maar naar binnen, inderdaad. Ja, rechtdoor. Oké, ik zit hier gewoon op een stoel. Rechts, hier, ja. Oké, ik zit hier gewoon op een stoel. Pak die boog, maar ga maar tegenover mij zitten. Pak boog. Goed, Esmee, luister. Dit is een kwestie... Nee, wacht. Dit is een kwestie van vertrouwen. Dit is een kwestie van vertrouwen. Hoe gaat het ermee? Ja. Niet doen. Hé, hey, ik doe ook niks, hè? Hoe gaat het nou echt met je? Esmee, luister. Dit is een moment van vertrouwen waarop wij kunnen laten zien dat wij dit... Gewoon als een stel volwassenen kunnen oplossen. Wie gaat er hier winnen? Ik zeg eerlijk, ik heb mijn hand nu niet eens aan de muis, hè? Klap. Hoor je dat? Ik. Dus, luister. Ik wil heel graag winnen. Ja, ik wil ook. Maar ik wil graag winnen als murderer. Maar ik heb nog nooit gewonnen als detective. Ja, er zit ook wat in. Hoe gaan we dit oplossen? Steen, papier, schaar. Doe die boog nou eens weg. Dit gaat helemaal fout. Goed zo, dankjewel. Nee, weg. Weg die boog. Oké, let goed op. Lieve kijkers van Duffy Games. Als jullie nu de video liken, heb ik gewonnen. Hey, je bent het! Dankjewel voor degene die de like heeft aangeklikt. Ach, nee. Je denkt niet echt dat ik jou ga laten winnen. Ik voel me totaal niet schuldig. Maat, wat is... Ik word gescamd hier. 11% en ik ben innocent. Nee. We gaan nou geen payback doen om dit, hè? Nee, ik ben gewoon een normale speler. Ja, nee, maar Esmee, die vertrouw ik niet. Ja, Esmee is best wel eng eigenlijk, dus... Esmee, kom op. Esmee, luister. Wat er net in de vorige game gebeurde, nemen we niet mee naar deze game. Dit is een compleet nieuwe game. Echt? Esmee! Is Esmee hem echt? Ik weet het niet. Eindelijk wel. Ik weet het oprecht niet. Maar ze zit hier achter me aan. Hey, Mike. Is het echt? Is het echt? Ik weet het niet. Want er ging net wel iemand dood. Esmee, flikker nou op. Flikker op. Eigenlijk is het niet Esmee. Ja, het kan ook dat het gewoon niet is, maar ik durf het gewoon nu. Nee. Run!
Detective has been killed. Oké, jij weet het niet. Je bent het niet. Nee. Oh. Fucking hell. Ja, weet je wat het... Weet je wat het fijne gewoon hierin is? Kijk, wanneer ik dit dus op stream aan het spelen ben voor de mensen, linkje in de beschrijving naar mijn Twitch. Klik er gewoon op. Volg me nou maar gewoon. Zijn we bijna elke dag live. Op Twitch zit jij gewoon de stream te kijken wat ik ben. Nee, ik niet. Nee. We gaan nu niet... De murderer zit achter me aan. Dat is diegene met zijn geel. Geel is zijn kop of zo. Geel zwarte skin. Geel. Hij zit achter me aan. Epic Ultra Gamer. Epic Ultra Gamer 5. Wat een goede naam. Hij is geen Ultra Gamer. Nee. Wat een goede naam. Oh. Mike, heb je een lopen trouwen? Ben je dood? Nee, not yet. Kill hem dan even. We willen graag een win als innocent people. Hé, hey, je hebt hier een teleporter? Punten. Hoe doe je dat? Ik moet één meer goud hebben. Oh, ik ben... Oh, dit is... Oh. Wist je dat er een teleporter is? Oh, cooldown. Sorry, hoor. Teleporter? Is er een teleporter? Ja. Als je, er is een sneeuwpop en dan kan je rechtermuiskop doen en dan tapeet je naar de stoetjeslift. Easy. Cool. Zeer schön, ja. Het is hem, maar ik moet nog eens... Oh. Het is hem. Dit is de map waar ik zat opgesloten en Mike en was. Ja, voor de mensen, Guido zit graag in een kast. voor de mensen, we spelen dit dus ook wel eens op stream. En ik had mezelf inderdaad opgesloten in een kast. En Mike was de murderer en hij rent letterlijk 2-3 keer langs mij. Killt mensen om me heen en hij zag me niet. Wie kijkt er nou in een fucking kast? Ja, ik moest me verstoppen voor jou. Nee, moest je niet. Ik lig nu in bad. Ook een murderer op deze map. Wat zei jij eens mee? Oh nee, hoe lekker. Ik kwam er... Oh, dat was heel snel. Esmee was de murderer. Dat meen je niet. Dat meen je niet. De noob. Wanneer word ik hem nou? Heb ik 1%. Ja, maar dit is zo obvious. Dat Mike, die je hoort gewoon aan Mike of die echt is of niet. En hij is gewoon echt gewoon nu ook gewoon mad dat hij gewoon weer innocent is. Hey, zullen we naar de deurtjes? Ja, we gaan de deuren game spelen. Zijn die eigenlijk? Ja, waar zijn die eigenlijk? Ja, je hebt die deuren waar je in kan staan. En dan moet je de keuze maken welke echt is of niet. Is dat... Ik volg jou. Hier, toch? Dat is toch deze hier? Ja, hier is het. De door game. Waarom zit die Alex skin achter ons aan? Fuck Alex skin. Bij welke... Oh, dus is mee nou weer niet achter ons aangekomen? Ja. Oké. Goed. Dit is zeg maar Esmee de revenge, want ik ben natuurlijk professioneel murderer. Zij heeft net de boel opgefokt. Oké, okay. Gaan we allemaal, gaan we allemaal één deur kiezen? Ja. Oké, Esmee, jij mag eerst kiezen. Ik wil 2. Oké, Mike, jij? Hij heeft lopen kijken in fucking game mode. Daar gaan we dan. De murderer staat voor mijn neus! Wegwezen! Het was niet de Nee, Esmee, kut! Ik schoot bijna jou! Don't! Ik dacht het verkeerde, ik dacht drie is de win, weet je wel, maar nee. Die kerel bij ons, dat was de murderer. Hij zit achter je, precies achter. Hij heeft een zwaard, jongen, maar ik heb toch helemaal geen pijlen meer. Waarom heb ik toch een boog? Ja, ik heb geen pijlen. Hey, jij ook hier. Kijk, ik ga dadelijk voor je neus staan. Hij is achter je, Guido, achter je. Esmee heeft hier echt veel te veel fun in, gewoon. Oh nee, dat is zo. Nee. Hij zit achter jou aan. Ja. Maar hoezo ben ik... Ja, hij wist natuurlijk dat hij het was. Maar hoezo was ik zo interessant? Ja, hij wist gewoon van die 100% winkans. Oké, Esmee, luister. Jij kan jezelf nu onsterfelijk maken door deze game voor ons te winnen. Dan heb ik een 100% winkans vandaag. En dan krijg jij van mij een revenge in een andere video. Zou ik dat kunnen? Dus hij zit achter je aan in de achtbaan. Hoezo? Hij zit achter je, Esmee. Maar waar is hij? Nou, je loopt nu naar hem. Je loopt tegemoet. Hier zit hij. Dit is hem. Echt voor je neus. Esmee, dit is één kans! Nee. Esmee! Nee. Ja, en dit is de reden waarom ik nooit win als ik een boog heb. Voor nu, mensen, willen wij jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, smash de comment, zal dat duimpje omhoog gaan. Als je dit vaker wil zien, laat het weten in de reacties. Zorg dat je bent geabonneerd. Volg me ook op Twitch. En mensen, tot de volgende keer.